Dag dames en heren. Ja, ik heb nog even getwijfeld of ik de foto hier achter mij wel zou laten zien, want de fotograaf komt namelijk uit Amsterdam. Maar goed, het is een foto gemaakt in Rotterdam, genomen vanaf de Euromast, een prachtige zonsondergang. Kijkt u maar eens mee. En dan moet ik toch toegeven dat ook Amsterdammers best wel mooie foto's kunnen maken. Nou, overigens was het vandaag natuurlijk 3 keer niks met het weer. Veel regen en viel tot vanmiddag 2 uur in Capelle aan de IJssel 13 liter water op een vierkante meter. Nou, vanavond en deels vannacht is het tijdelijk droog met opklaringen, minder wind. Maar later vannacht alweer een toename van de bewolking, gevolgd door regen vanuit het zuidwesten, temperaturen 5 graden. En dan gaat ook de wind uit het zuiden opnieuw toenemen tot krachtig, windkracht 5 of 6. Zaterdag trekt het regengebied over onze regio naar het noordoosten. Daarachter in de middag kan de zon soms even tevoorschijn komen. Maar er bestaat er nog wel kans op een losse bui. Temperaturen komen uit op ongeveer een graad of 8. Ja, u ziet het. Het blijft flink waaien. Windkracht 6 toch wel uit het zuiden. En dat is een krachtige wind. Windpijltjes gelden dan voor open gebieden. Nou, zondagochtend is het vrijwel droog. Af en toe komt de zon even tevoorschijn. En dan in de loop van de middag een verdere toename van de bewolking. Later vanuit het westen gaat het weer wat regenen. 8 graden. Er staat veel wind. Aan de kust af en toe een harde wind wel, denk ik. Een windkracht 7. Maandag tijdelijk een aardige dag. Met af en toe zon op de meeste plaatsen droog. Een temperatuur van een graad of 8. En dan dinsdag en woensdag herpakt het wisselvallige weer zich razendsnel. Af en toe regen, soms veel wind. Temperaturen een graad of 7. Kortom, die winter, nou, die komt voorlopig helemaal niet meer. En ik denk ook niet meer dat we hem snel te zien krijgen. Ten slotte nog deze fraaie foto van Jolanda Plasmans uit Hendrik Ido Ambacht. Hopelijk laat de zon zich ook in het weekend een aantal uurtjes zien, zodat we van deze blauwe lucht kunnen genieten. Nou, maakt u mooie weerfoto's, kunt ze insturen naar weerfoto@rijnmond.nl. Fijn weekend, graag tot maandag.